Hartelijk welkom bij Door de Bijbel, een programma van twr.be. Met dit programma nemen we u in zo'n vijf jaar tijd mee door de hele Bijbel. We gaan vandaag in uitzending 949 verder met Hebreeën 4. De vorige keer lazen we al de eerste drie versen en sloten af met het gegeven dat de rust van God er vanaf het begin al was. En ook dat de Heer zijn rust niet voor zichzelf houdt, maar wil delen met de mensen, maar niet met mensen die Hem niet willen volgen, ook al zijn het Israëlieten. We mogen niet vergeten dat Hebreeën 4 verbonden is met Psalm 95, versen 10 en 11, waar staat, 40 jaar heb ik gewalcht van dit geslacht. Ik heb gezegd, zij zijn een volk met een dwalend hart, en zij kennen mijn wegen niet. Daarom heb ik in mijn toorn gezworen, mijn rust zullen zij nooit binnengaan. De rust is wel beloofd aan de Israëlieten in de Woestijn, maar door hen toen verworpen. Hebreeën 4 vers 4. Want hij heeft ergens over de zevende dag als volgt gesproken. En God heeft op de zevende dag van al zijn werken gerust. Met behulp van een citaat uit Genesis 2 wordt aangetoond dat God rust. Sinds de zevende scheppingsdag toen al zijn werken voltooid waren. In Genesis 1 worden alle dagen van de scheppingsweek afgesloten met het gegeven dat het avond en weer morgen werd. Maar bij de zevende dag ontbreekt deze toevoeging. Met andere woorden, de zevende dag werd niet afgesloten en Gods sabbat is nooit opgehouden. Hebreeën 4, vers 5 En op deze plaats opnieuw: Zij zullen mijn rust niet binnengaan. Ik zei het al dat de eed van God uit Psalm 95, vers 11 met dit gedeelte nog verbonden is: om duidelijk te maken dat de rust van de Heer ook voor het volk van God bestemd was. Maar door ongeloof en ongehoorzaamheid. Kon deze eerste generatie van Israëlieten, die uit Egypte trok, de belofte van tot zijn rust in te gaan, niet ontvangen? Hebreeën 4, versen 6 en 7. Omdat dus het feit blijft dat sommigen deze rust binnengaan, en dat zij aan wie het Evangelie eerst verkondigd was, niet binnengegaan zijn vanwege hun ongehoorzaamheid, bepaalt hij opnieuw een zekere dag, namelijk heden, wanneer hij zo lange tijd daarna door David zegt. Zoals al eerder gezegd is, heden, als u zijn stem hoort, verhard dan uw hart niet. Aangezien de belofte van God om tot zijn rust te mogen ingaan en het verleden onvervuld is gebleven, blijft zij van kracht totdat tenminste sommigen ingaan. Het is namelijk onmogelijk dat de Heere zou liegen en zijn belofte niet in vervulling gaat. De oproep om het hart niet te verharden is niet beperkt tot één dag, maar omvat de hele heilsperiode vanaf de komst van Jezus Christus op aarde. Tot aan zijn wederkomst. Dat wil zeggen de periode waarin de Heer heeft gesproken door de Zoon en nog steeds spreekt door de verkondiging van het Evangelie. Degenen die met geloof reageren op dit spreken van de Heer zullen de beloofde rust binnengaan. Daarmee wordt ook duidelijk dat met Gods rust niet de rust van Canaan bedoeld wordt, maar de rust die God zelf heeft. Want hoewel Jozua het volk Israël Canaan binnenleidde en het land veroverde. En hoewel de Heere Israël rust gaf van al zijn vijanden, profeteerde David bijna 400 jaar later in Psalm 95, vers 7 over een tijd dat nog moet komen. Daar staat Heden, in die nu zijn stem hoort. Het is een Heden waarin God opnieuw zou spreken, een Heden waarin het Evangelie zou klinken met de belofte tot zijn rust in te gaan. Uit vers 2 weten wij dat zij die het goede nieuws, het Evangelie, eerder ontvangen hebben. De Israëlieten zijn die onder leiding van Mozes uit Egypte vertrokken. De inhoud van dit evangelie goede nieuws was de belofte om tot Gods Rust te mogen ingaan. De reden waarom de Israëlieten niet zijn ingegaan, was hun ongehoorzaamheid. Zij weigerden het land binnen te trekken en het bevel van de Heer te gehoorzamen. Maar in Hebreeën 3, vers 19 wordt ongeloof als reden genoemd. Beide begrippen liggen dicht bij elkaar: ongehoorzaamheid is reageren uit ongeloof. Een voorbeeld vinden we in handelingen 14, versen 1 en 2. Daar staat: En het gebeurde in Iconium dat zij samen de synagogen van de Joden binnengingen. En zo spraken dat een grote menigte, zowel van Joden als van Grieken, geloofde. Maar de Joden die ongehoorzaam waren, werkten in de zielen van de heidenen onrust en verbittering tegen de broeders. Hebreen 4, vers 8. Want als Jozua hen al in de rust gebracht had, zou God daarna niet gesproken hebben over een andere dag. Het is duidelijk dat Jozua het volk niet in de rust had gebracht. toen hij het land veroverd had. Want het verblijf in Kanaan had hun harten niet veranderd. Ze waren nog ongelovig en ongehoorzaam als in de woestijn. Alle zegeningen van het land maakten alleen maar duidelijker hoe weinig ze Gods voorzieningen waardeerden. Hebreen 4, vers 9. Er blijft dus nog een sabbatsrust over voor het volk van God. Gods beloften moeten vervuld worden. Er blijft dan ook een belofte om in te gaan in de volkomen rust van de Heer. Er wordt gesproken over een sabbatsrust. Want in het Hebreeuws is het werkwoord voor rusten Shabbat. Daarom noemen de Joden de zevende dag ook de Sabbat. De rust van de Heer was op de zevende scheppingsdag begonnen. De belofte was gedaan aan het volk van God, oorspronkelijk het volk Israël. Maar nu al diegenen die door het geloof bij het volk van God horen. In Galaten 3, versen 7 tot en met 9 staat: Begrijp dan toch. Dat zij die uit het Geloof zijn, Abrahams kinderen zijn. En de schrift, die voorzag dat God uit het Geloof de heidenen zou rechtvaardigen, verkondigde eertijds aan Abraham het Evangelie. In u zullen al de volken gezegend worden. Daarom worden zij die uit het Geloof zijn, gezegend samen met de gelovige Abraham. De schrijver van Hebreeën springt vooruit in de toekomst, wanneer heel het volk van God een hemelse rust zal vinden. De hemel zal een plek zijn van diepe voldoening, van ware vreugde en ware zegen. Er wacht het volk van God dus nog altijd een zuivere, volkomen rust. Hebreën 4, vers 10. Want wie zijn rust binnengegaan is, die heeft zelf ook van zijn werken gerust, zoals God van de zijne. Een mens komt tot rust als een leven van geloof op aarde erop zit. Die rust is gedeel van allen die in het geloof hebben volhard. Wie in het geloof sterft, gaat in de rust van God in en zal zodoende rusten van zijn werken. Het gaat dan voornamelijk om werken die gedaan zijn uit geloof en niet om de behoudenis te verdienen. Dit wordt vergeleken met de rust die God kende na zijn werken. Maar bij het uitrusten van God van zijn werk moet niet de indruk ontstaan dat de Heere op de zevende dag moe is geworden. De achterliggende gedachte is de rust van het klaar zijn. De schepping is klaar. Er hebben zich in de schepping heel wat veranderingen voorgedaan, maar dat was niet omdat het werk van God niet klaar was. Er is wel één uitzondering. En dat betreft de nieuwe schepping. In 2 Korinther 5, versen 17 tot en met 19 staat Daarom, als iemand in Christus is, is hij een nieuwe schepping. Het oude is voorbij gegaan. Zie, alles is nieuw geworden. En dit alles is uit God, die ons met zichzelf verzoend heeft door Jezus Christus en ons de bediening van de verzoening gegeven heeft. God was het namelijk die in Christus de wereld met zichzelf verzoende en aan hen hun overtredingen niet toerekende en hij heeft het woord van de verzoening in ons gelegd. God heeft een hemelse rust beloofd, en die komt zeker, maar de Heere wil dat we er ons vandaag al over verheugen. Hebreeën 4, vers 11 Laten wij ons dan beijveren om die rust binnen te gaan, opdat niemand door het volgen van dit voorbeeld van ongehoorzaamheid ten val zal komen. De uitleg over de rust van God wordt afgesloten met een vermanend gedeelte. Door over wij te spreken, sluit de schrijver zichzelf in bij de gelovigen aan wie hij schrijft, waardoor de toon minder vingerwijzend wordt. Niettemin blijft de vermaning ernstig genoeg. Het deelkrijgen aan die rust houdt in dat de lezers het woord van God, het Evangelie of goede nieuws, met geloof, vertrouwen en met gehoorzaamheid vasthouden. Doet iemand dat niet, dan dreigt hij te vallen in hetzelfde voorbeeld van ongehoorzaamheid als het volk Israël. In Hebreeën 3, vers 17 lazen we dat ze door de toren van God getroffen werden en in de woestijn moesten sterven. Dat is inderdaad een afschrikwekkend voorbeeld. De afvallige gelovigen nu zouden dan, net als de Israëlieten toen, door een lichamelijk en geestelijk verderf getroffen worden als gevolg van hun ongehoorzaamheid. Zo worden de Hebreën, en ook wij, opgeroepen het voorbeeld van hun voorouders niet na te volgen. Hetzelfde doet Paulus in 1 Korinthe 10 waar hij de Israëlieten ten voorbeeld stelt aan de christelijke gemeente. We lezen over de Israëlieten in 1 Korinthe 10, versen 5 tot en met 14 het volgende. Maar in de meesten van hen heeft God geen welgevallen gehad, want zij zijn neergevalt in de woestijn. En deze dingen zijn gebeurd als voorbeelden voor ons, opdat wij niet zouden verlangen naar kwade dingen, zoals ook zij verlangd hebben. En wordt geen afgodendienaars, zoals sommigen van hen, zoals geschreven staat. Het volk ging zitten om te eten en te drinken, en zij stonden op om te feesten. En laten wij geen hoererij bedrijven, zoals sommigen van hen hoererij bedreven hebben. En op één dag vielen er 23.000. En laten wij Christus niet verzoeken, zoals ook sommigen van hen hem verzocht hebben, en door de slangen omgekomen zijn. En mor niet, zoals ook sommigen van hen gemord hebben, en omgekomen zijn door de verderver. Al deze dingen nu zijn hun onverkomen als voorbeelden voor ons. En ze zijn beschreven tot waarschuwing voor ons over wie het einde van de eeuwen gekomen is. Daarom wie denkt te staan, laat hij oppassen dat hij niet valt. Meer dan een menselijke verzoeking is u niet overkomen. En God is getrouw. Hij zal niet toelaten dat u verzocht wordt boven wat u aankunt, maar hij zal met de verzoeking ook de uitkomst geven om die te kunnen doorstaan. Daarom, mijn geliefden, Vlucht weg van de afgodendienst Al de hiervoor beschreven straffen en oordelen die het volk Estraal zijn overkomen, vanwege hun afgoderij, ontucht en rebellie, zijn ook een voorbeeld voor de Corinthiërs, en dus ook voor ons. In opdracht van de Here werden zij opgeschreven, om als waarschuwing te dienen voor de gelovigen van alle tijden. Hebreeën 4, vers 12 want het woord van God is levend en krachtig en scherper dan enig tweesnijdend zwaard. En het dringt door tot op de scheiding van ziel en geest, van gewrichten en merg. En het oordeelt de overleggingen en gedachten van het hart. Met het woord van God wordt hier in de eerste plaats het spreken van God door zijn zoon Jezus Christus bedoeld. Maar ook God spreken door de verkondiging van het Evangelie en naar het geschreven woord van God. Trouwens, ook het geschreven woord van God onthult Christus. Gods woord wordt beschreven als levend en vol van kracht. Dat wil zeggen dat Gods woord effectief is. De gevolgen van Gods spreken zijn zichtbaar. Of het nu gaat om zegen of om straf. Het dringt door tot op de scheiding van ziel en geest. Met andere woorden, de woorden van de Heere kunnen een mens tot in het diepst van zijn wezen raken. Het betekent ook dat het woord de diepste gedachten en verlangens van ons mensen scheidt. Dat wil zeggen, er blijft aan de mens niets over dat niet door het woord wordt geraakt. Met ziel en geest worden in dit verband alle innerlijke, niet-materiële aspecten van het mens zijn aangeduid, met gewrichten en merg alle lichamelijke of fysieke aspecten. Vervolgens is het Woord van God in staat om te oordelen over de gedachten, voortkomend uit de wil en de begeerte, als ook over de gedachten in de zin van overdenking of inzicht, waarmee alle soorten van gedachten worden samengevat. Er blijft dan ook niets voor het Woord verborgen. Met het hart wordt het centrum van de menselijke persoonlijkheid bedoeld. Hebreeën 4: vers 13. Er is geen schepsel onzichtbaar voor Hem, maar alles ligt naakt en ontbloot voor de ogen van Hem aan wie wij een rekenschap hebben af te leggen. In vers 12 kreeg het Woord van God al persoonlijke eigenschappen mee. Het Woord leeft, is vol van kracht, dringt door en snijdt los. Hier vinden we een overgang van Gods Woord naar God zelf. De eerste woorden zijn er duidelijk over: God weet alles over iedereen. Hij weet alles van het individuele schepsel. Alle geschapen wezens zijn als het ware doorzichtig voor de Heer. Niets kan verborgen blijven voor Hem aan wie wij verantwoording moeten afleggen voor alles wat wij gedaan hebben. Het vers houdt een verwijzing in naar het staan voor de troon van God, waar ieder mens rekenschap zal moeten afleggen. Voor de Heer kan niemand iets verborgen houden. Alles ligt open en ontbloot voor Zijn aangezicht. Vers 14 is voor de volgende keer. Nadat de schrijver van Hebreeën in de hoofdstukken 1 en 2 van zijn brief heeft aangetoond dat Jezus boven de engelen staat en in hoofdstuk 3 boven Mozes, zal hij vanaf Hebreeën 4 vers 14 het groter, belangrijker en beter zijn van Jezus Christus boven het Levitische priesterschap aantonen. De eerste vergelijking wordt getrokken tussen Jezus als Hogepriester en het Hoge Priesterschap van het huis van Aaron. In Hebreeën 2, vers 17 lazen we: Het was nodig dat Jezus Christus aan ons, zijn broeders en zusters gelijk waren, anders had hij niet onze genadige en trouwe hoge priester voor God kunnen worden. Een priester die, als Gij met onze zonden afrekent, zowel genadig voor ons als trouw aan God is. Hebreeën 3, versen 1 en 2 sluit daarbij aan met de woorden Broeders en zusters, God heeft u voor zichzelf afgezonderd en u uitgekozen om u met ons een hemelse bestemming te geven. Daarom wil ik dat u uw aandacht richt op Jezus, de apostel van God en de hoge priester van ons geloof. Want Jezus is trouw aan God, die hem als hoge priester heeft aangesteld, zoals ook Mozes trouw was aan zijn opdracht in het huis van God. De volgende keer gaan we dus verder met het aantonen van het groter, belangrijker en beter zijn van Jezus Christus, boven het Levitische priesterschap. Maar ik wil jullie nu alvast Hebreeën, 7, vers 11 voorlezen. Daar staat, Als dan door het Levitische priesterschap de volmaaktheid bereikt had kunnen worden, want onder dit priesterschap had het volk de wet ontvangen, waarom was het dan nog nodig dat er een andere priester naar de ordening van Melchizedek zou opstaan? Eén van wie niet gezegd kan worden dat hij naar de ordening van Aaron was. U heeft geluisterd naar Door de Bijbel, een programma waarin we in vijf jaar tijd de ganse Bijbel bespreken. De basis voor het programma is de Bijbelstudiereeks van Dr. Vernon McGee, Through the Bible. Het werk van Dr. McGee werd reeds in meer dan 100 talen bewerkt. Door de Bijbel is de Vlaamse versie. Meer info over Through the Bible en andere bewerkingen vindt u op www.ttb.org. Bovendien is bij de productie van het programma dankbaar gebruik gemaakt van de studiebijbel van het Centrum voor Bijbelonderzoek. De studiebijbel online werd gebruikt voor research en wordt ook met toestemming regelmatig geciteerd. Meer informatie vindt u op www.studiebijbel.nl. Wij raden een abonnement op de Studiebijbel-app aan, als u nog dieper op de Bijbel wilt ingaan. U kan elke werkdag naar een nieuwe uitzending luisteren en u kan ook steeds voorbije uitzendingen opnieuw beluisteren of downloaden. Als u wilt reageren op deze uitzending of u heeft vragen, dan kunt u uiteraard contact met ons opnemen. U kan een e-mail sturen naar doordebijbel.twr.be. Verder kan u op onze site terecht www.tbr.be voor meer info en het beluisteren van onze overige programma's. Dit programma werd gepresenteerd door Patrick Courchement en Anne Notenboom. Wij danken u voor het luisteren en graag tot een volgende keer.